Het laatste nieuws uit Midden-Nederland, Groningen, Drenthe en Groot-Amsterdam is nu te zien in Hart van de Regio. En voor de mensen die daar niet wonen is er het shownieuws met Albert Verlinde. Vanuit Groningen, Hart van de Regio. Asielzoekers niet onder indruk, actie extreem rechts. Burenruzie over Kennel. En optreden Frans Bauer in Groningen. De afgewezen asielzoekers uit het tentenkamp bij Dwingelo zijn niet onder indruk van de actie van extreem rechts van afgelopen weekend. Belangrijker vinden ze het debat dat morgen gevoerd wordt in de Tweede Kamer. Den Haag praat dan over het lot van de asielzoekers die op straat komen te staan omdat ze niet naar hun land terug kunnen. In het tentenkamp in het bos bij Leebroek is het rustig. Zaterdag nog hingen leden van de Volksnationalisten Nederland pamfletten op met leuzen als illegaal, einde verhaal. De actie van de rechtsradicalen vinden de asielzoekers niet bedreigend. Volgens een van hen krijgen de kampbewoners vooral veel steun vanuit de omgeving. Wij zijn helemaal niet bang, omdat de meestal reactie van de Nederlandse mensen in de buurt en de meestal de hele Nederlanders waren een positieve reactie. De bewoners houden zich veel meer bezig met het debat dat morgen in de Tweede Kamer gevoerd wordt. Iedereen zal het volgen. Wij verwachten niet opeens een oplossing, maar wij hopen dat er komt een outline voor een oplossing. Dat wat gaat gebeuren met ons in de volgende dagen of zoiets. Een CDA-delegatie kwam vanmiddag op bezoek in het tentenkamp. Maar na het overleg met de initiatiefnemers van het tentenkamp bleef CDA-Kamerlid Verhagen bij zijn standpunt. Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet meewerken moeten terug naar het land van herkomst. Verhagen vindt het huidige terugkeerbeleid onvoldoende. Ik vind allereerst dat staatssecretaris Schmitz ook zich moet buigen over de gedwongen terugkeer. En niet alleen maar voorstellen moet doen voor de vrijwillige terugkeer. Het is uiteraard goed en prima om mensen te bewegen vrijwillig terug te keren naar een land van herkomst. Maar je zult ook aan dat meest moeilijke onderdeel van je beleid zul je invulling moeten geven. Dat heeft Schmitz op dit moment niet gedaan. De bewoners van het tentenkamp zijn van plan daar te blijven zolang er nog geen politieke oplossing is. Een spannend weekend voor de familie Scholten uit Winschoten. Hun zoon Jos en zijn kerstverse bruid Karin waren namelijk aan boord van het cruiseschip Romantica dat zaterdagochtend voor de kust van Cyprus in brand vloog. Maar gelukkig liep alles goed af. Jan en Leni Scholten zaten dit weekend aan de buis gekluisterd. Ze wilden niets missen van de brand aan boord van het cruiseschip Romantica op de Middellandse Zee. Want hun zoon Jos en zijn vrouw Karin waren samen met nog 20 Nederlanders als passagiers aan boord. Maar gelukkig raakte bij de brand niemand gewond. Iedereen is weer veilig aan wal. Ik denk wel dat ze een hele goede engelbewaarder hebben. Want als je die brand zo zag, dan denk je hoe is het mogelijk dat zij er nog goed afgekomen zijn. Ja. Nou, ik denk dat we dus daar geen idee van hebben hoe zich dat ontwikkelt, hè, op zo'n schip. Ja, dat is natuurlijk heel anders in huis. In huis is het lekker weg, op bewijs van mij. Maar daar gaat het natuurlijk heel langzaam. Maar goed, je zit wel vast. Jos en Karin zijn verleden week vrijdag getrouwd. De cruise aan boord van de Romantica maakte deel uit van hun huwelijksreis. En die is nu letterlijk in het water gevallen. Ze hadden de hele zomer dan uitgekeken naar de bruiloft, het huwelijk en die huwelijksreis. Ze hadden dus van zomer ook niet op vakantie geweest. Dus echt, tot nou. En nu dit. Ja, dat is heel sneu. Heel sneu. Vind ik zelf ook heel sneu van hun. Want ze hadden natuurlijk heel veel foto's en films gemaakt. Nou, dat is gewoon weg. De Scholtens hebben inmiddels een paar keer telefonisch contact gehad met hun zoon en schoondochter. Nou, wel opluchting dat je een stem hoort, hè? Dat is gewoon, als je de stem maar hoort, dan denk je het is goed. Jos en Karin komen waarschijnlijk morgen terug in Nederland. En Jan en Leni Scholten staan ze dan natuurlijk op te wachten. Voor Swanny Kuipers uit het veenkoloniale Borgercompagnie is haar dierenpension de enige bron van inkomsten. De kennel is haar lust en haar leven en voldoet bovendien aan alle hinderwetvoorwaarden. Maar de naaste buren van Swanny Kuipers die willen dierenpension voorgoed weg hebben uit Borgercompagnie. Ze zeggen dat ze last hebben van stank en hondengeblaf. Er is maar één ding. Abraham. Met 10 jaar de laatste van, met 20 jaar de laatste van, je komt er nooit weer af. Nou, dat is vervelend voor de buren. Maar
Ja, ik denk dat dat een beetje hun instelling is, want ze hebben overal last van, behalve van zichzelf eigenlijk. Tja, deze buren hebben al een tijdje ruzie. Kennelhoudster Swanny Kuipers heeft echter een milieuvergunning van de gemeente Menterwolde op zak. Maar haar buurman, Assen Nevels, is druk bezig deze aan te vechten. Al 5 jaar is het dierenpension in bedrijf en al 5 jaar is er dus slaande ruzie tussen Kuipers en Nevels, die hier woont, vlak naast de kennel. De andere buren om mij heen, ja, die zijn hulpvaardig, ja, gaan weer normale burencontacten mee, zeg maar. Die hebben helemaal geen probleem ermee. En zelfs in het hoogseizoen, als er 20 honden in de pension zitten en je loopt naar de weg toe, dan hoor je ze niet meer, want ze zitten in een heel goed geïsoleerd gebouw. Als ik in mijn tuin loop, klein beetje geriffeld, gaan die honden naar weer aan. Ik ben helemaal geen vrije man meer. Zit u hoog? Hartstikke hoog. Landbouwer Nevels heeft wel een oplossing voor de overlast, wel een rigoureuze overigens. Ja, plaats buiten, anders niet. Of in bunker, plaat. Ik heb geen zin om het modder te gooien. Dat mag een ander doen, maar ik heb daar gewoon geen zin in. Binnen 6 weken doet de rechter uitspraak in deze Oost-Groningse burenvete. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat ze gelijk krijgen. De politie heeft gistermiddag een 50-jarige man aangehouden na aanleiding van een schietpartij voor de deur van een discotheek in Hoogezand. De man wordt ervan verdacht de 25-jarige portier Remy Goedhart uit Groningen dodelijk te hebben getroffen. Volgens de politie gaat het bij deze schietpartij om een wraakactie. Een 19-jarige man, ook uit de stad, raakte bij de schietpartij zwaar gewond. Hij is inmiddels buiten levensgevaar. Deze kinderen spelen straks op een nog mooier schoolplein. Dat hebben ze afgelopen zaterdag zelf besloten, toen ze voor 1 dag de gemeenteraad van Vlagtwedde waren. Ze mochten 5000 gulden besteden aan een project. De 14 kinderraadsleden zijn lekker eigenwijs. Ze vonden de schoolpleinen een betere bestemming dan de computerspullen die het stadsbestuur graag had gewild. De 55-jarige man uit Appingedam, die al een week vermist wordt, is overleden. De waterpolitie van Delfzijl vond zijn lichaam gistermiddag in een bosje langs het Eemskanaal ter hoogte van de Woldbrug. Goudgeel, schuimend en met een mooie witte kraag. Ruim 100 tappers vertoonden vanmiddag hun kunsten in het Zalencentrum Het Tehuis in Groningen. Ze moesten een goed glas bier tappen, zowel uit de kraan als uit een flesje. De beste biertappers mogen in januari meedoen met de landelijke finale in Amsterdam. Het is alweer 2 weken geleden dat de drummer en bassist uit de begeleidingsband van Frans Bauer bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. Zaterdag stond Bauer weer voor het eerst op de planken en wel in de evenementenhal in Groningen. Het werd een emotioneel weerzien met zijn fans. Dit weekend werd beter dan ooit duidelijk dat Frans Bauer leeft in Nederland. Beide shows met zijn nieuwe band Greenlight Express waren uitverkocht. De fans hadden het dodelijk ongeval met leden van de First Show Band nog vers in hun geheugen. Ik vind het heel erg wat die jongens overkomen is. En dat midden in de nacht, dus dan is er haast geen mens meer op de weg. Dus ik leef ontzettend met hen mee. Niet alleen voor de fans was het een bijzonder concert. Zeker ook voor de mensen die achter de schermen Bauer al jaren begeleiden, was het een zware avond. Heel zwaar, maar we moeten er tegenaan. En ja, zoals ik zei, het is heel moeilijk. Ja. Het eerste nummer is altijd moeilijk. Maar als je dan toch het applaus krijgt van het publiek en je ziet allemaal vrolijke mensen, dan moet je ook voor het publiek er zijn en dan moet je ervoor gaan. Want natuurlijk ook die mensen hebben recht op een hele fijne avond. Het is een gebeurtenis zoals die gebeurd is met het eerste orkest voor show bent. Daar zet je niet zomaar 1, 2, 3 aan de kanten. Niet alleen ik, maar ook de jongens van Greenlight Express, we leven daar natuurlijk allemaal in mee. Dan schijnt ook voor jou een zon. Oh, is dit dan alleen maar een droom?
Frans Bauer, man van het volk. Zo. Het levenslied in optima forma. Want als het lied dat schrijft, nee, kijk niet meer op. Alles wat achter jou heet, is overheen voorbij. Toen leef ik weg, voor je vrij. En ik nooit meer maar. We hebben het voor onszelf één dag doorgerepeteerd en daarna twee dagen met Frans en de zangeressen. En complete crew gerepeteerd en dit is het resultaat. Frans Bauer dus. Na zijn succesvol optredens in Groningen probeert de 23-jarige zanger nu ook in Duitsland door te breken. De brand afgelopen weekend in kleuterdagverblijf Piepeloentje in Emmen is waarschijnlijk aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek door politie en brandweer. De brand is volgens de politie midden in het gebouw ontstaan. En bovendien hebben omwonenden vlak voor de brand een aantal jongeren zien wegrennen. De politie heeft nog geen enkel spoor van de daders. Dit troffen de C-pupilletjes van de plaatselijke voetbalvereniging in Smilde zaterdag aan toen ze na de wedstrijd terugkwamen in de kleedkamer. De tassen waren weg, de jassen waren meegenomen en de voetballetjes konden dus zonder kleren naar huis. Nou, als pleister op de wonden gingen ze wel met de punten naar huis. Ze wonnen namelijk met 12-3. Dit was het Hart van de Regio. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan. Dag! Om 11:05, het erotisch magazine De Vallen op Stap. Patrick Hollander weet de warmste buurten van Nederland te vinden. Zometeen het weer. Een vrouw wordt ontvoerd en een ex-marineman doet er alles aan om haar te bevrijden. Daarbij moet hij het zelfs opnemen tegen zijn oude gabber. Weer zo'n zinderende actiefilm. Blood Warriors. Morgen 8:30, natuurlijk bij SBS6.